Deze beschouwing, die gaat over wetenschap. Ik ben zelf wetenschapper. Ik ben uh, opgeleid. <laughs> uh, ik heb een ingenieursdiploma behaald. En ik heb heel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Of heel veel. Echt wel het een en ander hoor. Punt 1, je moet op de, de landbouwhogeschool, heb ik gedaan. Van mijn negentiende tot en met me. Nou, ik heb dus acht jaar gezeten. 27 was een beetje, was ik klaar. Nou, en dan kreeg je dingen als praktica, dan moet je proeven doen. Niet om dingen te ontdekken, nee, dat was alleen maar om te kijken of jij wel een proef kan doen. Dat is moeilijk hoor. En de vraag was dan, uh, bepaal de hoeveelheid kopersulfaat in de oplossing. En die kon je dan halen. En de bedoeling was dat je dan op drie cijfers achter de comma nauwkeurig dat je de concentratie doorgaf. Ze werden de hele middag aan het ploeteren, aan zeuren, toestanden. En dan ging je naar de studentassistent toe. Dat was een oudere jaars. En dan zei je: Oké, okay, ik weet het. Toen zei die man: Oké, okay, zeg het maar. Ja, het is 3,123. En dan zei hij, Oké, okay, en jij had een monster. Welk monster had jij? Ik zei: Ja, wij hadden monster. Ik had monster 13. Nou, en dan keek hij in zijn boekje en dan zei hij, ja, je hebt een 4. Dat was je cijfer dan, hè? Onvoldoende. Wat? Ja, je zit er te ver naast. Als je, als je de 1% naast had of zo, dan, uh, dan had je nog een, een 8% of zo. Als je de 5% naast had, dan had je een 7%. Als je de 10% naast had, dat je. Zo ging dat, hè? ja, dus een getal voor de komma en drie erachter hè? en er waren er ook wel studenten en die zeiden dan van oh ja um, zit ik te hoog of zit ik te laag en een heel enkele keer had zo iemand dan medelijden met je want dan was het al vier uur en die snapte ook dat je naar huis wilde en ja je moet toch een voldoende hebben en dan zei ze iemand: Oké, dan, voor deze keer dan. Je zit te laag. Maar dat zeiden ze in principe nooit. Als ze dat vroegen, moesten ze lachen. Dan zeiden ze, ja, dat ga ik jou vertellen. En dan kon je alles overnieuw doen. Hè? Dan kon je helemaal van voren af aan beginnen. Zo ik net helemaal. Ja, dan leer je het wel. En het was verplicht, hè? En dit was dan: er was anorganische chemie. Organische chemie, dat, wow, dat was, nee, was basis scheikunde volgens mij. En dan had je ook nog uh, dierkundepracticum en plantkundepracticum. Natuurkundepracticum. En op vrijdagmiddag had je dan ook. Maar nou, in ieder geval, uh, meerdere dagen per week uh, stond je in een laboratorium. Week in, week uit. Hè? En dan leer je het wel. En later heb ik ook echt onderzoek gedaan. Er was er een school in Doetinchem. En de kinderen hadden last van hoofdpijn en uh, misselijkheid en dat soort dingen. En men wijde dat aan het feit dat die kinderen hadden een noodgebouwtje moeten betrekken. Omdat de eigenlijke school die was in de verbouwing. Renovatie. Dus er was een of ander noodgebouw uit de grond gestampt. En dan hadden ze gebruik gemaakt van spaanplaat. En de gedachte was dan, omdat bij de productie van spaanplaat wordt er gebruik gemaakt van formaldehyde. Dat is niet zo'n leuk spulletje. En dat verse spaanplaat, daar, dat emiteert, dat is een duur woord. En er komt formaldehyde dampen komen eruit. Formaldehyde staat bekend als een stof die nou, bij lage doses toxisch is. Water is ook toxisch, maar dat is pas toxisch als je 6 liter per dag gaat drinken. Dat moet je dus niet doen. Maar formaldehyde is het vrij snel al toxisch. En dat stond in een studentenkrantje: dat, ze, dat was een baantje. En dan moest je die en die diploma's moest je hebben. En dan kon je aanmelden bij die en die. En ik met mijn vriendje gesolliciteerd. En wij kregen de opdracht. Dat was hartstikke leuk. We kwamen daar nou de eerste dag. We hadden eerst geoefend. En toen hadden we een ongelofelijke blunder gemaakt. Maar daar waren we zelf achter gekomen. Oké, okay, dus dat moet je niet doen. Nou, nog een keer oefenen, nog een keer oefenen. Toen konden wij die meting dus doen. Ja, en dan door het, het rampgebied te weten, die noodschool in Doetinchem. Ja. We hebben een busje gekregen om al die apparatuur in te doen en zo. En... Nou, wij beschouwden onszelf als de, ja, de redders van die kinderen natuurlijk. Hè. Ja, wij zagen dat helemaal zitten, die arme kinderen. Die zitten de hele dag in de vorm van al die hielendampen en uh, die schoolleiding heeft er helemaal geen oog voor. En, uh, nou, wij komen wel even vertellen dat dit echt niet langer kan. Hè? Nou, kort samen te vatten, zo erg was het niet. Nou, het, was, uh, het was wel erg. Het was wel degelijk voor een hier dan. Zeer, zeker. Zeer, zeer zeker. En het uh, advies was... Uh, een raam... Op uh, zoveel centimeter was het maar open. Dus niet wagenwijd, dat hoefde niet. Wagenwijd was niet nodig, maar... Ja, één raam, een beetje open, klaar. Dus ook in de winter is dat geen probleem. Een beetje stoken, maar dan moet je toch... En je zit met al die kinderen in één ruimte... en iedereen uh, ja, levert een bepaalde hoeveelheid het lichaamswarmte af. Dus dan kan makkelijk een raampje open. En dat mag ook bovenin zijn, dat mag niet. Het is nog wel handig bovenin, want de warme lucht gaat naar boven toe. Ontsnapt dan makkelijk. Dan heb je voldoende ventilatie. Dus dat was het devies. Maar goed, we hebben het onderzocht en er bleek vormaldehyde al die in de lucht van de klaslokaal te zitten. En dus moest je ventileren. Die school hoefde niet gesloten te worden. Nou, de kinderen natuurlijk balen. En verdorie zich, moet ik morgen weer naar school. Trouwens de eerste dag dat we daar kwamen meten, er uh, waren we hartstikke zenuwachtig natuurlijk. Want we hadden wel geoefend, maar nu moesten we in het echte. En er was verder geen begeleider of niks bij. En toen kwamen we terug bij de bus. had een van die kleuters had een baksteen door de voorruit van de bus gegooid. Zo, dat ik net heb. Nou, wij bellen met de landbouwgeschool. Ja, dit en dat is gebeurd. We hebben geen voorruit meer. hebben ja, ja, alle spullen in die bus. En, uh, en die gingen bellen. Ga maar naar garagebedrijf van Boekel. En die zitten in de slijtdorenstraat, nummer 13. En dan kan je naar huis komen. En die konden dan uh, heel snel weer een ruit inzetten. Dat was het. Maar toen heb ik ontdekt dat een vooruit, dat is echt heel handig. Dan je gaat rijden zonder vooruit, man, dan rij je 40 kilometer per uur. Nou, uh... ja. En dan zat je haar, uh... ik had toen nog van het haar. Uh, je haar zit er wel helemaal naar achteren door. Dat is een goede uitvinding, zo'n vooruit. Heb ik wetenschappelijk vastgesteld. Een Heel goed idee. En later heb ik, dat was, studeerde ik aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. En dan ging het om taal, filosofie en logica. Daar ging het mij om. Maar daar kon je niet uh, als voor aparte vakjes kiezen. Je moest in één keer, je hebt zo'n heel menu. Uh, klassieke filosofie, dan uh, 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 moderne filosofie en uh, uh, dan ook nog middeleeuwse filosofie, uh, politieke filosofie. Uh, nou, nah, heb ik ook allemaal maar gedaan. En een van die vakken was wetenschapsfilosofie. Daar heb ik een vier voor gehaald. Erg irritant vond ik dat. Ik heb er geen goed woord voor over voor wat die mensen zeiden over wetenschap. En dan gaat het met name om Tom Derksen. Die was daar hoogleraar. En, uh, jee, daar ben ik niet mee de mens. Ik ben het totaal niet mee de mens. Vandaar ook die vier, denk ik. hoor. Want hij had een boek geschreven en dat ben ik helaas kwijt. Ik vond het een slecht boek. En het heette Wat is wetenschap waard? En dat was dan heel kritisch op wetenschap. Ik ben niet kritisch op wetenschap. Ik vind wetenschap geweldig. Dat ik dat even weet. Wetenschap is alles wat er is op het gebied van weten. Je hebt, wat mij betreft, een strikte scheiding tussen weten en geloven. En zoals je weet, als je vaker naar mij geluisterd hebt, ik ben een gelovig iemand. En wetenschap is voor mij alles op het gebied van het weten. Beter gezegd, als iemand zegt ik weet lalalalalala, Dan zeg ik, oh ja, jochie. En hoe weet je dit dan? He? Door ik weet dat als ik iets loslaat, dat dat naar beneden valt als het gewicht heeft. En als iets geen gewicht heeft, dan blijft het zweven. Dat weet ik. En ik weet ook dat er zoiets is als een valversnelling. En dat betekent dat als ik iets loslaat met een bepaald gewicht dan... Hè, want als je het geen gewicht heeft, dan gaat nou, zo'n luchtballon met helium of zo... Ja, die gaat omhoog. Maar ik laat een, een baksteen laat los. Ja. Nou, dan na één seconde... Ongeveer als je de, de wrijving van de atmosfeer buiten beschouwing laat. Dan na 1 seconde gaat die baksteen naar beneden met een snelheid van 9,8 meter per seconde. En na twee seconden gaat die omlaag met een, de dubbele daarvan. Dus als je zegt na één seconde 10 meter per seconde, afgerond. Hè? Na twee seconden is dat 20 meter per seconde. En na drie seconden is dat 30 meter per seconde. En na 4 seconden is dat 40 meter per seconde. En na 10 seconden is dat dus 100 meter per seconde. Dat is verschrikkelijk hard hoor, 100 meter per seconde. Dat heet de valversnelling. Dat is wetenschap. En hoe kom je erachter? Nou, door meten. Je begint met een idee van hmm. Ik heb het idee dat als een object valt, dat hij dan steeds sneller valt. En dat hij per seconde zoveel sneller valt. Dat is mijn idee en dan ga je kijken of dat waar is. En de man die hiermee kwam, die heette uh, Isaac Newton. Er waren misschien wel meer mensen hoor die dat in die dagen al dachten, maar Isaac Newton heeft dat echt helemaal uitgewerkt met zijn Principia Mathematica. Dat zijn een, een grote dikke boek, He, mathematische principes. Isaac Newton was een tijdgenoot van Leibniz. Leibniz was een continentale filosoof. Leibniz is beroemd geworden als filosoof met zijn monadenleer. En wat weinig mensen weten is dat de differentiaalrekening, die door Isaac Newton in zijn principia ja, mathematica ongetwijfeld staat, het daarin. Maar de notatie die wij momenteel gebruiken in die tak van sport, die notatie is van Leibniz. Dus Leibniz was samen met Newton, dus ze werkte niet samen. Maar in dezelfde tijd dat Newton werkte aan de differentiaalrekening, deed Leibniz dat ook. Maar Leibniz had een elegantere notatie. Het ging om hetzelfde, differentiaalrekening namelijk. Wetenschap is alles. Als je het hebt over weten. Ja. En wetenschap is. ja, Kijk, als je niet moeilijk doet over het feit van wanneer je dingen loslaat die een gewicht hebben, dan vallen ze omlaag. Want er zijn genoeg mensen, als je dat eh, tegen die zegt: bent, Nee hoor, dat is niet zo hoor. Nee, want als je ondersteboven kijkt, dan is eh, omlaag is juist omhoog. Dat soort mensen dus. Hè? Die mensen die, die hebben psychisch een probleem. Die, die zijn waarschijnlijk getraumatiseerd. In de steek gelaten door hun vriendin. Of uh, ze hebben voor een tientje wiet gekocht. En dat was ontzettende troep. En dan hebben ze een wiettrauma. Dat zijn psychiatrische gevallen. Waarvan je hartstikke blij bent dat ze niet behandeld worden. Want dan kosten ze nog geld ook die mensen moet je maar gewoon in de rondte laten lopen en uiteindelijk vind je ze wel bij de Albert Heijn en dan bedelen ze om een euro voor de nacht opvangen en dan geef je ze lekker helemaal niks. eigen schuld dikke bult. moet je maar niet van die rare dingen zeggen als dat je sommige dingen als je ze loslaat dan vallen ze omhoog. die <laughs> mensen heb je dus als je daar tegen iets zegt dan gaan ze onmiddellijk op zoek naar een contra. Binnen één seconde. Uh, bijvoorbeeld met Marco. Uh, Marco is een aanhanger van de maanlandingstheorie. En die theorie zegt dat uh, er was eens een groep mensen en die woonde in Amerika en die deed een wedstrijd met een andere groep mensen en die woonde in Rusland en de wedstrijd was wie is er het eerste op de maan. En toen hebben de Amerikanen hebben dat gewonnen. Toen dus zijn ze daar nog uh, vijf keer opnieuw naartoe gegaan. En de Russen die hadden verloren bij de eerste keer. En die hebben daarna nooit meer geprobeerd. Want de ja, Russen hadden zoiets van ja, dat hebben we verloren. Dus laten we er maar mee ophouden. En die Amerikanen zijn nog vijf keer doorgegaan. Nee, die zijn nog vier keer doorgegaan, toch? Ja, vier keer doorgegaan. Nou, ze hebben daar nog vijf keer doorgegaan, maar Apollo 13. Heel toevallig was dat het ongeluksgetal, die is niet gelukt. En, maar die andere wel. En toen met Apollo 17, toen vonden ze het genoeg geweest. Nee, wacht even hoor. Dit is nou 11, 12, 13 niet, 14, 15, 16, 17. Ja, ze zijn zes keer geweest. Ja, Marco gelooft dat hè. En dan zeg ik tegen Marco dat ik dat niet geloof. En hij zegt ja, want zij hebben, de, de NASA heb ik het over, die hebben nadat de laatste Apollo veilig en wel weer thuis was, heeft de NASA al die gegevens weggegooid. En dan zegt Marco onmiddellijk, ja, dat is toch logisch? Dat is het eerste wat hij dan kan zeggen. Hè? Hij moet dat wel, want. Hij gelooft erin. Hij, hij gelooft dat ze naar de maan zijn geweest. Dus hij gelooft ook in alles. En dat was allemaal hartstikke logisch. Ook dat ze al die gegevens hebben vernietigd. Ja, zij maken dat is logisch. Ik zei, waarom dan? Ja, nou, dan moet hij eventjes heel snel nadenken. En dan zegt hij. Nou, omdat ze, het nam allemaal ruimte in. Ja, dan denk ik, ja, oké. Okay. Dus ze moesten opruimen bij de NASA. Ja. Uh, de, de NASA heeft een heel instituut. Met. Uh, dat heet dan uh, de NASA, uh, het NASA-archief of zo. Hè? Uh, dat is niet een klein instituutje hoor, ben jij hem maf? Ik heb gezien dat uh, er was uh, Bart Sebrel. Die is daar op bezoek geweest. Er je echt een oprijlaan en een heel groot bord en een parkeerterrein. En dan heb je nog een apart parkeerterrein voor het personeel. Maar iedereen die op bezoek komt die heeft een parkeerplaats bij de ingang. En dan ga je naar binnen, door voor die hele grote deuren. En dan kom je bij receptie en die zegt, nou, u kunt even plaats nemen, zal ik even Bert bellen. En dan komt Bert komt naar voren gelopen door gangen. Er heel veel ruimte daar dus. Hè? Uh, dan vraag je aan zo'n archivaris: van nou, wij komen kijken naar de spullen van de maanlanding. En dan zegt die archivaris: van, hey, ja, die hebben we niet. En dan wordt er aan die archivaris gevraagd: van, ja, waarom niet? Dan nou, zegt die man: ik zou het echt niet weten. Uh, we zijn nog wel langs geweest, want we wilden graag die spullen hebben, want we hebben hier ruimte genoeg. Maar uh, die spullen waren er niet. Dus ja, als wij ze niet op kunnen komen halen, hoe kunnen we ze dan hier archiveren? Hè? Dus de NASA heeft, uh, de, 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 kennelijk wou de NASA van die gegevens af. En ze hadden ze dat eventjes kunnen bellen met het archief. En, jongens, kunnen jullie die rotzie op kunnen halen? Want hier is alles veel te... Ja, oh man, we komen om in al die gegevens. En alsjeblieft, uh, kom het halen. Maar ze dachten, ja, dan kunnen we wel het archief bellen? Maar we kunnen beter uh, de ophaaldienst bellen. Want die jongens die komen sneller. Nou, toen hebben ze de vuilnisophaaldienst gebeld. En die waren er inderdaad binnen een dag met een hele grote vrachtwagen. Dan hebben ze alles erin gedonderd en dat is in de vuilverbranding overgegaan. Ja, zei Marco, want zo werken ze bij de NASA. Nee, Dat laatste heeft hij niet gezegd, want toen begon hij over wat anders. En dan kom je gelijk bij het eerste aspect van wetenschap. Een wetenschapper gooit de door hem verzamelde gegevens niet weg. En als je nu zegt, ja, dan moet je zeggen door hem of haar. zeg ik nee. Gewoon hem. Want of een wetenschapper nou een penis heeft. Of een, uh, of een baarmoeder. dat interesseert me geen donder. Een wetenschapper gooit de door hem verzamelde gegevens niet weg. Nooit niet. Nooit niet. Of je moet als wetenschapper verklaren. Ja, moet je luisteren. Uh, ik was hartstikke dronken toen. En. Uh, nou, de, de, nou, sorry, mea culpa. Ontsla mij als wetenschapper. Want ik heb de wetenschappelijke mede-collega's uh, lastiggevallen met ongelofelijke bagger. En bij deze verklaar ik onder Ede. dat uh, elk stukje van, dat, uh, van die verzamelde gegevens. Uh, dat is waardeloos. Gooi het alsjeblieft weg. En ik zeg het en ik kan het weten, want ik heb die gegevens verzameld. En dan nagel mij aan de hoogste schandpaal en ik zal de uh, rest van mijn dagen slijten bedelend om een euro bij de Albert Heijn. Dat beloof ik u. En ik zie af van enige mogelijkheid tot aanspraak maken op een uitkering, want ik heb de boel besodemieterd. Kijk, dan mag je die gegevens weggooien. Maar anders niet. En trouwens, ook in dat geval zou ik die gegevens... Nee, gooi ze maar weg. Als iemand zelf zegt dat het onzin is, dan moet je het weggooien. Je hebt natuurlijk nog situaties met dat iemand heeft onderzoek gedaan. Daar is het een en ander in aan het licht gekomen. En hij is ook uh, een avondje naar een seksclub geweest. En daar zijn er foto's uh, gemaakt en opnames. En een instantie die niet gebaat was bij het uh, publiekelijk komen van die gegevens, heeft toen die wetenschapper afgeperst. En toen heeft die wetenschapper dat dramatische verhaal gehouden. Dat is mogelijk hè. Dus misschien moet je wel zeggen: alle wetenschappelijke gegevens ooit verzameld worden nooit weggegooid. Ik geef nog even een beetje thee in. Maar dat is de aard van wetenschap. En dan pak ik me eventjes een, uh, een konijn uit de hoge hoed en nemen het. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) en dat is dan een, een panel en dat gaat over klimaatverandering en dat is dan intragovernementeel, dus in ja, in ieder geval. Het staat buiten los van de overheden. Hè? Het TNO hier in Nederland. Dat is ook een onderzoeksinstituut. Maar dat is van de Nederlandse overheid. Of van, de, van Nederland. En, en ik neem aan dat de Tweede Kamer daar de baas over is. En wie is eigenlijk de baas over het IPCC? Ja, misschien de Verenigde Naties. Nou, ja, dat is natuurlijk een wassen neus. Hè? Anyway. Die jongens. Die hebben. Zeggen ze dan. Allemaal gegevens verzameld over de, zoiets als de temperatuur op aarde. Dus zo, insta, ja, zo moeilijk is dat niet. Dan moet je weten van iedereen die er maar uh, archieven heeft: dan weet jij hoe warm het was op een bepaalde locatie en dat je ook nog weet wanneer dat was. Dus wat je moet weten is de locatie waar de temperatuur gemeten is, het moment waarop de temperatuur gemeten is, datum en tijdstip. En de temperatuur. Dus drie dingen moet je weten. En de locatie, dat is dan uh, noorderbreedte en wat het, oostere lengte of zo. Hè? Westere lengte. Ja, de aarde heb je zo'n... Uh, maar dat snap je allemaal wel. Hè? Iedere locatie hier op aarde heeft twee nummers. Oh, je hebt ook misschien nog hoogte. Nou, dus je hebt drie getallen nodig. Om te weten waar je je bevindt op een bol. En uh, nee, de aarde is niet plat, de aarde is een bol. Ja, dat is heel verschrikkelijk. Dan nou, gaat iedereen het naar huis. Oh, een peri is niet van de platte aarde. <totstuk> ja, uh, Jan konijn. Nee, de aarde is niet plat. Homo. Jammer, dat vind ik beledigend. Nou, homo's. Ja, inderdaad. Het is een grote belediging dat je iemand die een reetridder is... ...en die een uitermate vieze gewoonte heeft... ...dat je die in dezelfde groep zet als mensen die geloven dat de aarde eruit ziet als een pizza... ...want ze hebben een keer pizza gegeten. Ze dus keken naar die pizza en dachten... Oh, ...ik zie de aarde! Ja, natuurlijk joh. Hé, hey, de aarde is een bol. En, en... ...een locatie op de aarde leg je vast met drie getallen... Dus dat is dan een noorderbreedte. Dus een breedte en een lengte Ja, zo is het. Ja, een breedte gaat, een lengte gaat. En een hoogte. Nou, ja, dat is de positie die je moet hebben. En je moet het tijdstip hebben. En de temperatuur. Nou, that's it. Nou, dat heeft het IPCC overal te... Zeggen ze dan, hè? Overal hebben ze gebeld. Hebben jullie je temperatuur gegeven? Zo, daar willen we er graag een kopietje van. Kan nou, dan kregen ze al die temperatuurgegevens van al die instanties die ooit maar gemeten hadden. Nou, het KNMI bijvoorbeeld, hier in Nederland, heeft temperatuurgegevens. Dat weet ik. Nou, dan hebben ze ook gegevens gekregen van het KNMI. Maar je hebt natuurlijk ook een vergelijkbaar instituut in Noorwegen. He? Eigenlijk in ieder ontwikkeld land hebben ze een meteorologisch instituut. En dan kan je ook gelijk zien wat de ontwikkelde landen zijn en de achterlijke landen. Want die hebben dat niet. Die hebben zo van, ja, meteorologie, ja, dat is je, ja, je staat s'morgens morgens op en dan denk je, oh, het regent vandaag denk ik ook niet, hè? En ja, soms heb je dat dan uh, een jaar achter elkaar en dan denk je, ja, uh, ja, wat gaan we eigenlijk eten vandaag? Want uh, ja, het regent al een jaar niet. Ja, dat is onze meteorologie hoor. Me Verder denken wij niet. Hè. Nee, die mensen zijn achterlijk. Hè? Achter ja, achterlijk hey, noemen we dat. Wij zijn. Wij doen aan meten. Wij doen aan wetenschap. Wij leggen al die temperaturen vast. Met locaties erbij. Hey, hier in Nederland dat weet ik, dat is het uh, nationale meetnet. Er zijn kastjes als je erop let. Dan, ik weet niet hoe het momenteel is hoor. Maar toen ik dus studeerde aan de Landbogenschal hebben we daar uh, foto's van gezien. Er waren kastjes en die stonden dan precies op uh, ja, ja, zoveel meter hoogte. Niet al te hoog. En dat was nog niet digitaal en alles. Dus dan moesten mensen langs met uh, busjes. En die haalden dan die, die papieren eruit. Er zat bijvoorbeeld een luchtvochtigheidsmeter. En dan draait er een trommel in de rondte, met papier en alles. En, en zo'n naaltje, en die schrijft daar dan op. Nou, en, dan weten ze, dan doen ze daar nieuw papier in. En als is een kassarol van een kassa. Zo'n zo papieren rol. En dan wordt aan de andere kant wordt die opgerold. En zo'n ding is dan een. een nou, ik denk gewoon met een veer, hoor. Een, een kloksysteem. Moet zo'n ding. Met die opgewonden. Nou, dan nou had je dus een hygrometer en een temperatuurmeter en uh, hygro is luchtvochtigheid. Of hy hygro of hydrometer? Nou, anyway. En luchtdruk moet je ook meten. Dat Is misschien wel een hygro? Anyway, maakt niet uit. En tegenwoordig of in die tijd werd er ook nog dingen gedaan als zwaveldioxide werd gemeten. Uh, ik denk ook koolstofdioxide. Uh, maar dat was dan in mijn tijd dat ze dat konden, hè. Stikstofoxide ook, dacht ik. Het heet het nationale meetnet. Ah, dat is heel, dat is heel wat gegevens, hè. Ah, dit, dit heeft dus het KNMI netjes overhandigd aan het IPCC destijds. En niet alleen het KNMI, maar ieder land waar ze maar wat vandaan konden halen. En de westerse landen, de ontwikkelde landen, die hebben dus ook meteorologische instituten gesticht in onderontwikkelde, achterlijke gebieden. Dus daar zijn wel degelijk wat gegevens van. Maar die worden dus door uh, ontwikkelde landen, ontwikkelde mensen, worden die gegevens vastgelegd. Nou, alles na het IPCC... Nou, dan moet daar een. Uh, IPCC wilde dan een voorspelling gaan doen. Hè? Want, nou, dit is dan het verleden. En wat mogen we dan verwachten voor de toekomst? Dan moet je daar heel voorzichtig mee zijn. Want extrapoleren zonder meer, uh, dat kan niet. Stel de, uh, de koersen stijgen. Hè? Nou, dat wil niet zeggen dat ze morgen weer gaan stijgen sterker nog, koersen stijgen en als ze een hoogtepunt bereiken, dan gaan ze weer dalen. Dus wanneer moet je aandelen gaan kopen? Ja, niet als de koersen aan het stijgen zijn, omdat je dan denkt: oh, de koersen stijgen, nou dan ga ik aandelen kopen. Ja, dat kan een heel onverstandig idee zijn. Dus je kan ook zeggen: je moet juist aandelen kopen als de koersen dalen. Ja, de afgelopen twee weken is de goudprijs enorm gedaald. Ja, en dan ga je kopen. Oh, ja, maar het is de hele tijd gedaald. En dan ga je het toch niet kopen, want dan daalt het nog verder. Ja, dat is als je extrapoleert. Daarom is extrapoleren. Dat, 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 is, dat is geen idee of zo. Dit is geen waarheid. Want alles wat in het verleden gebeurt, gebeurt er vanzelf in de toekomst ook. Nee, natuurlijk niet. Ik ben gestopt met roken. En dan ben ik mijn, mijn lichaamsgewicht is toegenomen met iets van 1 nou, kilo per maand. Ja, als ik dat extrapoleer en ik word 80, hè, dan betekent dus dat ik als ik doodga, dat ik dan uh, 82 kilo zal wegen. Nee, natuurlijk niet. Ik ben gestopt met roken, dus neem mijn lichaamsgewicht toe. En zo dadelijk is dat weer afgelopen. Ja, zo gaan die dingen. Heel jammer, maar het is niet anders. Dus je kan niet zonder meer extrapoleren, maar je kan een trend zien. Hè? En als je een trend ziet die al heel erg lang bezig is, dus stel je hebt iemand en ieder jaar komt die uh, een halve kilo bij, zo. Is dus heel gestaag aan het groeien. Ja, nou, dan mag je ervan uitgaan dat hij komend jaar ook alweer een kilootje erbij zal krijgen. Want als het al zo lang gaande is, dan is er kennelijk sprake van een soort trend. Maar als iemand in een jaar een kilo is bijgekomen, wat zegt dat over het volgende jaar? Toch niet veel. Nou, zo heeft het IPCC. Al die gegevens van al die landen verzameld. En het was hun werk, zeggen ze zelf. Hè. Oh, dat was zoveel werk. Oh. Nou, toen zijn ze die gegevens gaan uh, rangschikken, ordenen. En gaan samenvatten. Eh, want ze hoeven natuurlijk van Nederland niet te weten. Uh, de, en de temperatuursdingen van Overijssel. En de temperatuursdingen van Overijssel-Noord. Eh? Ze willen van Nederland denk ik alleen maar weten ja, de temperatuur in de westerse provincies en de temperatuur in de Oosterse provincies, toch? He? Al die kleine lokale verschilletjes, ja, kom op. He? Dus wat ze gedaan hebben, is ze hebben de gegevens die ze ontvangen hebben, die hele grote hoeveelheid, daar zijn ze op gaan lopen middelen. Dan hebben ze van nobel op en dan nemen we het gemiddelde. Dan hebben ze tien verschillende temperatuurstanden. Zeg maar even. En die tellen ze bij elkaar op. Dan deel je het resultaat tot tien en dan heb je het gemiddelde. Dus in plaats van tien getallen heb je er dan nog maar één. Snap je? Dus als je gaat middelen, dat is een manier van filteren. Dan heb je minder gegevens. Dat hoort er automatisch bij. Nou, zo zijn ze gaan middelen en dus filteren, net zolang dat ze een bepaalde hoeveelheid gegevens hadden, die te overzien was. En die hebben ze dan gestopt in modellen en die modellen zouden dan gaan voorspellen. En toen kwam dat gebrul van: oh, binnenkort hoef je als pizzabakker geen oven meer te hebben, maar de pizza die leg je gewoon buiten op de balkontafel en die gaat vanzelf uh, wat die gaar. Zo warm wordt het. Nou, toen is aan het IPCC gevraagd. van goh, ja, dat is leuk. En, uh, en wat zijn dan die gegevens waarop je dit baseert? Hè? Ja, dan kwamen ze aan met die gefilterde gemiddelde gegevens. Van, dit zijn ze. Ja, zeiden die mensen, dat kunnen we zien. Dat staat ook in die grafiek. Maar wij bedoelen de gegevens die je verzameld hebt. Van het KNMI. En het K. MI, want in België heet het het Koninklijk Meteorologisch Instituut. Wij hebben daar nog een N tussen. Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Maar dat doen die Belgen niet aan. Die hebben het KMI. In die dagen dan. Hè? Waar zijn die gegevens van al die instituten? En toen zei het IPCC. Hetzelfde als de NASA. Maar ja. Dat hebben wij opgeruimd, want uh, we hadden ruimte nodig. Dus als je gaat filteren, dan heb je minder gegevens. En dan kijk je naar al die gegevens die je had verzameld. En dan denk je: Ja, dat is veel meer. En toen heeft iemand gezegd: het gaat gewoon op een harde schijf. Hè? En toen heeft iemand gezegd uh, op zijn Unix. Uh, uh, Rm uh, Spatie ster enter. Of als we met Windows werkten, dan was dat DEL C-ster, Enter. Remove of delete. En dan even kijken naar hoeveel harde schijfruimte we erbij gekregen hebben. Oh ja. Uh, Bas, De harde schijven. Ja, daar kan weer van alles op hoor. Ja, ja. En ga geluft daar. Kijk, daar zit het probleem, hè? Ja, als je dit met die mensen als Tom Derksen, die dan heel kritisch zijn, al oh, die wetenschappers dat lopen maar een beetje te oude hoeren. Ja, dat is allemaal heel aardig gezegd van meneer Tom Derksen. Maar dan zet je wel de deur open voor zo'n instituut als het IPCC, die zich aan geen enkele norm meer heeft te houden. Want Tom Derksen zegt dat maakt niet uit dat de wetenschap zich aan de norm aanhoudt. houdt, het is toch allemaal onzin. Met zo'n titel als 'Wat is wetenschap waard'?' vraagteken. Nou, alles dus. Dat is mijn antwoord. En daarbij hoort dat je verzamelt gegevens op een fatsoenlijke manier. Dus ook de wijze waarop je gegevens verzamelt, dat leg je vast. En je mag natuurlijk niet jokken. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat je het KNMI belt. ...en uh, dat je ze uh, om alle gegevens vraagt. En terwijl je aan de andere kant zegt van... ...hé hey, uh, Jochem, we krijgen zo dadelijk gegevens van het KNMI... ...en uh, kan jij er dan voor zorgen dat jij nieuwe gegevens maakt... ...die uh, niet te onderscheiden zijn van de gegevens van het KNMI, ...maar waar we dan onze eigen gegevens in gaan zetten. Kijk, dat is fraude. Ja, dat mag natuurlijk helemaal niet. Dat is liegen. Deze gegevens heb ik van het KNMI... En ik denk, kijk naar, nou, ja, er had wel het stempel op van KNMI. en uh, ja, nee, het lijkt op de gegevens van KNMI, terwijl je dat gefalsificeerd hebt. Gebeurt, hoor. Er zijn wetenschappers die hebben uh, onderzoeken gedaan en er kwamen resultaten uit en daar konden ze hun these, hun idee niet mee onderbouwen en die hebben toen gedacht van, nou, um, en die zijn de onderzoeksresultaten gaan veranderen. Ja, dat is gebeurd. Daarom moet je ook als wetenschapper precies opschrijven hoe je gegevens hebt verzameld. Zodat het iemand anders kan zeggen, nou ik ga het even herhalen. Huh? En die gegevens die je verzameld hebt, die heb je allemaal netjes gearchiveerd. Daar ga je niet in lopen klootviolen. En natuurlijk mag je die oorspronkelijke gegevens, die mag je filteren. Daar mag je gemiddeldes van nemen, dat is allemaal best. Dat ga je punt 1 documenteren. En waarschijnlijk uh, dat filter dat bestaat uit een computerprogramma. Je uh, laat een programma ontwerpen. Dan zeg je tegen die programmeur, zegt, nou, ik heb een ontzettende bak data. In dit geval van temperatuurgegevens van all over de wereld. En ik wil graag dat die gegevens uh, klaargestoomd worden voor modellen. En dan wil ik naar een formaat toe dat ik lalalalalala. En dan zeggen die programmeurs: nou, dat is goed baas. En die schrijven dan op een computerprogramma. Dat computerprogramma leest al die oorspronkelijke gegevens in en poept daar een bak data uit die goed door modellen te verhapstukken is. Ik wil maar zeggen, als je een klimaatmodel hebt, kan ik me voorstellen dat de input van het model, dat je dat graag wil, dat je gemiddelde temperaturen weet op de knooppunten van uh, ja, noorden of net. Natuurlijk hoogtegraden en, uh, en, en lengte dingen, Dus je hebt precies dat je als je de aarde even ziet met al die lijnen eroverheen. dat je van al die knooppunten. daar heb je de, de temperaturen van en dan de gemiddelde temperatuur per jaar of zo. En dat neem je dan als uitgangspunt voor je klimaatmodel. En je hebt natuurlijk niet op ieder knooppunt een meetstation. Maar dat kan je dan op basis van de oorspronkelijke gegevens, kan je daar een gooi naar doen. Wat daar zou moeten staan. Wat er gestaan zou hebben als daar een meestation was. Dat kan je Laat het maar over aan programmeurs. Dus dan krijg je als het ware gefingeerde data, maar dat is een filtering die is toegepast op de originele data. En dat filter, dat kan je dan controleren, want die broncode van het programma die zit natuurlijk ook bij de onderzoeksresultaten. Huh, snap ik, stap je mij, volg je mij? Nou, dat is wetenschap. En wat is dat waard? Nou, alles. Punt. En iets anders dan dit is er niet. Klaar. Uh, neem, uh, dat was toen ik dus dat boek had gelezen van uh, Ton Derksen, met Wat is wetenschap waard, met zijn ongelofelijke wetenschapskritiek. Dan denk ik, ja jongen, dat is wel leuk, maar Ton Derksen in die dagen, die zat op de 16e verdieping van het Erasmusgebouw, en die is niet bang dat het Erasmusgebouw omvalt. Helemaal niet. Die man die gaat uh, vol van vertrouwen, elke dag met de lift omhoog, en als het lunchtijd is, dan gaat hij met de lift omlaag. En als dan de lunch erop zit, dan gaat hij weer met de lift omhoog. En dan maakt ze helemaal geen zorgen. Het Erasmusgebouw, gaat volgens Ton Derksen niet omvallen. Dus wat is wetenschap waard? Nou, dat Ton Derksen elke dag een enorm risico neemt door een beetje in de rondte te gaan lopen, hoppen op uh, 16 keer 4, nou, dat is toch 64 meter hoogte. En als Tom Derksen met vrije val, stelt dat die lift waarin hij stapt, dat die met vrije val omlaag gaat. Nou, dat overleeft Tom Derksen niet. En toch stapt hij iedere keer vol van vertrouwen in de lift. Dus wat is wetenschap waard? Nou, gelijk Tom Derksen elke dag in die dagen bewees: alles. En het in twijfel trekken van ja, gerenommeerde wetenschappers, doordat je dingen als het IPCC of andere bespiegelingen waar hij het over had, en allemaal ja, wat ik dan noem dan flapdrollen, ja, noem het geen wetenschappers. En een wetenschapper bewaart al zijn gegevens, een wetenschapper werkt natuurlijk met modellen, een wetenschapper werkt, werkt, een wetenschapper werkt natuurlijk met filteringen van de gegevens. En dat is allemaal keurig gedocumenteerd en er wordt niets weggegooid. Wordt allemaal netjes bewaard. En als iemand denkt, ja, er zit een foutje in het onderzoek. Nou, hier zijn de onderzoeksgegevens, hier is het hele dossier, ga maar op zoek naar de fout. Natuurlijk worden er fouten gemaakt. Maar als je dat laat doen door een wetenschapper, dus als een wetenschapper een fout maakt, dan kan een ander dat ontdekken. En was het ook alweer dat... De, de er is. Die, die man die heet iets van Mendel. En die wordt gezien als de grondlegger van de, de, de genetica, Met dat je. Dus, uh, de, de dingen als uh, plantenveredeling. Dus Als je bepaalde planten bij elkaar zet, dan, dan ga je die kruisen, heet dat, hè? En er zijn bepaalde wetmatigheden voor. Ik dacht dat die Mendel heette. En hij heeft dus onderzoeksgegevens nekjes achtergelaten. Want hij heeft allemaal proeven genomen met planten, en die heeft hij gecombineerd. Of dieren, ik weet niet waar hij mee werkte. Hè? En die gegevens heeft hij bewaard. Nou, dat zijn die gegevens best een leuk verhaal. Die zijn dan ergens in de 20 e eeuw, hebben ze die oude gegevens van die man. En die zijn heel beroemd, hè? Want die hele genetica toestand met plantenvereniging, dierenvereniging, alles met kweken, hè? Want die koeien die je nu hebt, die melkkoeien, nou, dat is niet de natuurlijke koe die ze ooit gevangen hebben. Hè? Want de eerste koe is natuurlijk, was een wilde koe. Maar die had niet zulke enorme uiers. Dat, dat mag je toch begrijpen, hè? Want dat heeft een koe helemaal niet nodig. Een beetje melkkoe, die produceert 30 à 40 liter melk per dag. Ja, dat kan een kalfje echt niet op. En die koeien zijn gefokt. Ja, nou, de man die dus aan de wieg staat van die hele technologie, die had zijn gegevens uh, nekjes bewaard. En in de 20e eeuw zijn die gegevens ingeklopt in computersystemen en er werd er eventjes naar die gegevens gekeken. En het antwoord was. Die gegevens die klopten te perfect. Ja. Ja, zo is dat. Kijk, als ik, uh, ik wil weten hoe lang iemand is, bijvoorbeeld hè? En dan zeg ik tegen die persoon, van, nou, laat iemand bepalen hoe lang je bent. Ja, dan gaat hij naar iemand anders toe en die gaat meten hoe lang die is. En dan zeg ik tegen die persoon, oké, okay, 1,83 meter, 83, mooi zo. En dan ga je nu daar naartoe en dan ga je vragen hoe lang je bent. En dan laat ik dus door tien verschillende mensen bepalen hoe lang iemand is. Eén en dezelfde persoon. Ja, dan komen er tien verschillende antwoorden uit. Het is wel allemaal 1,83, maar als ik wil weten op 1,83,00. We hebben allemaal verschillende antwoorden. Dus zo perfect als zijn meetgegevens waren. Daarvan wisten ze in de 20ste eeuw. Met wiskunde onderbouwd en alles. Hè. Maar ja, die is gevoeteld. Hier heeft iemand uh, met een gummetje gewerkt. En van die drie maken we een twee en van die vijf maken we een zes. En toen zag het er allemaal een stuk beter uit. En de, het excuus, wat er dan in het op ik, ik weet ervan, hè? En, en er werd dan vergoeilijkend gezegd, van ja, kijk, in die dagen bestond de wiskundige statistiek nog niet. En dat is een tamelijk nieuwe tak van sport. In de wiskunde. En die was nog niet zo ontwikkeld. En als jij gaat meten, dan heb je een fenomeen en dat heet ruis. En van de toevallige dingetjes, er gaat altijd wel wat mis, er is altijd wel weer een beetje wat anders of zo. En niets is allemaal helemaal precies. En zeker niet als je omgaat met biologisch materiaal. Dan heb je op alle fronten heb je mogelijkheden tot kleine verschilletjes. Nou, en momenteel is dat geen enkel probleem. Wij weten er heel erg goed mee om te gaan met de wiskunde en... Ja, ik weet er ook veel van. Het was een hobbyvak van mij op de Landbouwhogeschool. Ik deed het met heel veel plezier. Nog geld mee verdiend ook, by the way. Later, toen ik klaar was met mijn studie, ben ik een statisticus geweest op een blauwe maandag. Twee, drie. Twee, drie, nou ja, wel meer, ja. Vier klussen gedaan. Leuk geld, vriend. Ik ben niet stinkend rijk van geworden, maar het was heel aangenaam werk en ik vond het erg leuk. Nou, tegenwoordig, als er dan ruis zit in die gegevens. Ja, de modellen zijn zo ongelooflijk nauwkeurig geworden. Dat de ruis maakt eigenlijk niet meer uit. Als er echt een fenomeen aan de hand is en die man in kwestie had gelijk, hij had gelijk. Maar er zat ruis in zijn onderzoeksgegevens. En in die dagen was er geen statistiek. En iedereen zou over hem heen gevallen zijn. Dus als hij heel eerlijk was geweest, dan had niemand hem geloofd. En ze hadden allemaal gekeken: allemaal, maar bij die is het dan niet? Hè? En bij die is het ook niet. Zonder dat ze in die dagen hadden geweten dat je altijd ruis hebt. Altijd kleine verstoringen. Dus hij moest wel. En dat wordt hem gezegd. Dat was niet echt een fraudeur. Maar hij, hij heeft natuurlijk wel gefraudeerd, maar eh, hij moest wel. Heden ten dagen natuurlijk niet meer. We hebben ja, zoveel statistische modellen... dat iemand die tegenwoordig nog in zijn gegevens gaat lopen poetsen... omdat hij anders zijn standpunt niet duidelijk kan maken, als een misdadiger. Dat kan niet anders, dat is geen wetenschapper. Nou, ik heb dit denk ik wel duidelijk gemaakt hè, over wetenschap en uh, heuraard. En mensen moeten respectvol zijn naar wetenschap toe. En uh, mensen moeten wetenschappers dus ook uh, alleen wetenschappers noemen, als zij voldoen aan die kwalificaties die ik net zei. Hè, dus al je, de manier waarop je gegevens verzamelt, dat moet je documenteren, dat moet... ...aan plan publiek zijn. Dus het IPCC, die heeft dus een zo'n website... ...nou, daar moet er staan... ...het grote onderzoek van destijds... ...en dat hebben we zo uitgevoerd... ...en die overheden hebben die gegevens aangeleverd... ...of die instanties... ...en dat zijn deze gegevens... Uh, ...die moeten netjes op het web staan... ...iedereen moet het kunnen downloaden... ...hoe is dat nou? En... ...ja, dan uh, over hoeveel megabyte heb je het... Een beetje pornoverzamelingen, dat, dat, dat schiet in, ik weet niet hoeveel. Dat is één pornofilm, dat, dat is zo de 4 gigabyte. Nou, uh, temperatuurgegevens van de hele aarde bij elkaar, 2 gigabyte. Al het bekende spul, 2 gigabyte, hooguit. Moet je dat gooien, niet weg. En heb je dan een instantie zoals het IPCC, die dus wel die gegevens eventjes zegt, wow, die hebben we weggegooid. En waarom dan? Ja, we hadden ruimte nodig op de oude schijf. En dan weet je dus dat het zijn geen wetenschappers zijn, en ze noemen zichzelf een wetenschapper, dus zijn het leugenaars. Dan moet je daar niet naar luisteren. En de NASA heeft alle gegevens weggegooid van die maanlanding, dus zijn het leugenaars. Dat zijn geen wetenschappers ze zijn in hun dromen naar de maan geweest. En wij denken dan van ja, ze zouden dat nooit gelogen hebben over zoiets. Ga je toch niet liegen? Nee, nee. Bill Clinton heeft dan gezegd uh, dat hij nooit seks had gehad met uh, Monica Lewinsky? Nee, nee, nooit. En even later. Uh, nou ja, goed, ze heeft me gepepen. Huh? Dat is toch het bewijs dat mensen liegen? Als je dat vandaag zegt, maar mensen liegen niet. Ja, jongen, kom op. Sinds wanneer liegen mensen niet? Nee, maar ze liegen niet als ze de president van Amerika zijn, hoor. Oh, sorry hoor, dat bedoelde ik niet te zeggen. Nee. Maar dat weten we nu wel. Als je president van Amerika bent, dat zegt helemaal niks. Nou, en als je dan werkt bij het IPCC, dan zet ook geen donder. Dat is bewezen. Dat is een club van leugenaars. Die noemen zichzelf wetenschapper, maar ze zijn het niet. En Tom Derksen, dat is een vaag figuur. Hij heeft dingen uitgezocht over uh, Baybassin, hij heeft dingen uitgezocht over Lucia de B. Ja, dat, dat zal wel kloppen. Ik wil niet zeggen dat als Ton Derksen dan een beetje de clown uithangt... over het begrip wetenschap, waar hij echt voor geen drol verstand van heeft. Dat hij dan op alle terreinen lulkoek vertelt, dat zeg ik niet. Dat zou onwetenschappelijk zijn. Maar als je tegen mij de vraag zou stellen, of aan mij de vraag zou stellen... Van is Tom Derksen uh, over alles wat hij zegt uh, te vertrouwen? Dan zeg ik nee. Want wat hij gezegd heeft over wetenschap, uh, uh, klopt niet. Punt. Wetenschap is niets meer dan een methode van waarnemen. En dan wat je waargenomen hebt uh, om te zetten in een beeld wat andere mensen kunnen begrijpen. Dan denken we, oh. Zit dat zo? Zo is bijvoorbeeld vrouwen die... En het onderzoek is uitgevoerd in de jaren tachtig. Vrouwen die een borstkankerdiagnose kregen... Die werd gevraagd in het kader van een onderzoek naar hun levensgewoonte. En een van de vragen was, slikt u de anticonceptiepil? Die op een of andere vreemde manier in die dagen werd die genoemd de pil. Vind ik een foute benaming. Het is de anticonceptiepil. En het is trouwens niet anticonceptie. Want de conceptie vindt wel degelijk plaats. Dat is ook weer zo'n dingetje. Maar dat terzijde. Je weet waar ik het over heb. Uh, dus de conceptie vindt plaats. Maar de bevruchte eicel. die meter naar beneden. Uh, Net als Ton Derks die in een lift stapt, uh, die dan 64 uh, verdiepingen 64 uh, meter omlaag valt of zo. Wat natuurlijk nooit gebeurt. Hè? Maar als bevruchte eicel, heet het dagen ben je je leven niet zeker. Want die vrouw die kan die, die pil slikken, die oestrogeen slikken. En dan is het hormoonstelsel van die vrouw helemaal in de war. En dan ben jij wel fijn een bevruchte eicel, maar er is geen enkele baarmoeder, want die bereid is om je op te nemen. Dus je, je, en dan lig je in de play, Ja, leuk is dat. Ben je daarvoor geconceptueerd of zo, weet dat? Heeft daarvoor de conceptie plaatsgevonden? Want zo'n eicel die bevrucht is, die begint met waarnemen, hè? Dus die neemt al waar. Maar wat die waarneemt, dat is het begin van een verschrikkelijke horrorfilm met een slechte afloop. Voor die bevruchte eicel, hè? Maar goed, dit over de anticonceptiepil met een verkeerde naam. En je moet hem maar helemaal niet de pil noemen, want het is gewoon afschuwelijk wat daar gebeurt. Je moet het zeggen de hormoonontwrichtingspil. Heeft u de hormoonstelselontwrichtingspil geslikt? En zo ja, uh, over welke periode? Ja, heb je het een maandje gedaan, of heb je het uh, een jaar lang gedaan, of heb je dat uh, erg lang gedaan? Wanneer ben je ermee begonnen en slik je hem nog steeds bijvoorbeeld? Hè? Nou, toen kwamen daar dus antwoorden uit van nou, dat heb ik zo lang op die pil gestikt. Toen hebben ze diezelfde vraag ook gesteld aan vrouwen die ze uh, lukraak willekeurig uh, van straat af hadden geplukt. Of vrouwen die bij het ziekenhuis kwamen omdat ze last hadden van oorzuizingen of zo. Of vrouwen die naar het ziekenhuis kwamen omdat ze last hadden van haaruitval. Of uh, zeg maar wat. Hè? Maar die hadden dus geen borstkankerdiagnose. En wat bleek nou? In vrouwen die geen borstkankerdiagnose hadden, was er veel minder gebruik van de hormoonverstoringspil. Alsjeblieft. Dat is wetenschap. Het was uitermate duidelijk. Ja, Peggy, maar uh, hoe kan dat dan? Nou, uh, als een vrouw een, um, een pil slikt die haar hormoonstelsel dermate der verstoort, dusdanig verstoort dat een bevruchte eicel uh, geen plekje vindt in de baarmoederwand, maar eruit sodemietert en in het plebeland. Dus een verstoring van heb ik jou daar? Hoe dacht jij met je gezonde, nog enig nadenkende hersencel dat dat zonder consequenties is voor het vrouwenlichaam? Hoe kom je erbij? Het zou zelfs kunnen dat je er haaruitval van krijgt. Nog een keer. Maar je moet het niet. Kijk, als je. vrouwen die naar het ziekenhuis komen. dat is ook geen goede groep. Maar je moet natuurlijk vrouwen hebben die. weet ik veel. Uh, je moet ze A-select weten te selecteren. En daar zijn uh, methodes voor. Daar moet je erg mee oppassen. Want, uh, je moet als het ware heel kleurloos. Een, dat heet de, de blanco-groep moet je selecteren. En dan moet je al die vrouwen contacteren en vragen: uh, gebruikt u de hormoonverstoringspil? En zo ja, hoe lang? En welke? Dus welke? Je hebt de lichte pillen, zware pillen. Ah, en dan kom je erachter. Het langdurig slikken van hormoonverstoringspillen heeft een, een risico. En waarschijnlijk nog wel meer risico's dan uh, borstkankerdiagnose. Er is verder bij mijn weten geen onderzoek naar gedaan. Ja, en als je dus niet een onderzoek doet, geen wetenschappelijk onderzoek doet, ja, dan kom je er dus niet achter. En Ton Derksen zegt dan, ja, wat is wetenschap waard? Wat is wetenschap waard? En ik zeg, nou... Het spaart levens. Snap je? Ja, ik vond het een hele mooie. Ik hoop dat ik Ton Derksen behoorlijk op zijn pik heb getrapt. En dat hij een hele pinnige reactie geeft onder deze video. En zegt, nou dit pik ik niet. Ik trap je op je pik, Perry. Uh, laat die maar komen. Laat die maar komen. Ik, ik wil met hem graag uh, over Skype en dan dat iedereen het mag horen. En we gooien dat gesprek niet weg. En er wordt niet ingeknipt. En dat gaan we integraal op YouTube pleuren. En dan mag hij zichzelf verdedigen. Maar ik zeg dat hij met het schrijven van dat boek, Wat is wetenschap waard, heeft hij de samenleving geen dienst bewezen. Punt. En wat dan wel? Nou, uh, geen leuke dingen. Punt. En dan zeg ik op zijn hamburgers. Heel officieel, Dag, lieve nieuwsgierige uh, wetenschappertjes van me.